even een vraag. Ja, een vraag, het is eerder meer voor mezelf ook zo. Is het eigenlijk wel, voor mezelf, eigen ervaring ook, om liefde toe te laten, vraagt voor mij ook eigenlijk dat ik mijn hele zelfbeeld loslaat. Ja, klopt. Ja, dus dat het eigenlijk niet mogelijk is om iets in mij, kan het niet toelaten. Nee, je zelfbeeld is gebaseerd op de ervaring in het huis van de ouders. Ja. En dus de beperkte liefdesbandbreedte, zeg maar, die daar was. Ja. En maak je die bandbreedte groter, dan gaat vroeger of later dat zelfbeeld, wat gedefinieerd is in die oude objectrelatie, dat houdt geen stand meer. Dat moet zich loslaten. Ja. Daarom zei ik, je gaat dood. Ja, je hebt het vaak dat je dood gaat. Ja, oké. Ja, dat was redelijk verhaal. Nou, heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Ik heb het als een hele aandachtig, jullie als een hele aandachtig publiek ervaren, terwijl het warm was en terwijl je ontzettend veel informatie over je hebt gekregen. Ik vond het heel fijn om te doen. Ik hoop dat jullie one way or the other belang voor gezonde zelfliefde zien en dat op een of andere manier serieus nemen als iets om te beoefenen. Oké, dankjewel.